Het Mondiaal College Leuvensbroek heeft in het afgelopen jaar 41.156 euro opgehaald voor de bestrijding van kanker bij kinderen. De activiteiten van het afgelopen jaar werden woensdag afgesloten met de actie Kaal voor Kanker, waarbij 115 hoofden werden kaalgeschoren. Tijn van Loveren en Nick van Horsen haalden het hoogste bedrag op. Door een samenwerking met het ondernemerscafé Beuningen verdienden zij ruim 7.000 euro bij elkaar. Ik kwam op deze school. Dacht je, volgend jaar dan moet het echt gebeuren? Ja, ik wou die vorige keer al meedoen. Maar toen mocht ik nog niet, want toen zat ik nog niet op deze school. Alleen, ja, ik wist wel zeker dat ik mee wou doen. Waarom wilde je meedoen? Ja, het is een leuke actie en het is toch wat anders dan andere acties. Nou is het een hoop geld bij elkaar gebracht. Je hebt zelf ook geld bij elkaar gebracht. Hoe heb je dat gedaan? Met vrienden van mij samen. Mijn vader heeft geholpen, langs de deuren gegaan. Ja, allemaal verschillende acties. Waarom vind jij het zo belangrijk? Iets meer dan 3 maanden geleden is mijn oom aan kanker overleden. En mijn opa heeft kanker. Dus het is dan voor mij niet echt een keuze om het niet te doen. Dus voor mij was het meteen, ik doe mee. En ik wilde het sowieso wel doen. Dus. En je opa heeft dus kanker. Weet hij ook dat je dit hebt gedaan? Ja, mijn opa weet dat ik dit heb gedaan. Wat vindt hij daarvan? Geweldig. Ja? Ja. Wat was zijn reactie? Dat hij het super stoer vindt dat ik het heb gedaan. En dat hij weet waar het voor is. Maar het was op dat moment meer grappig dat het eraf is. Maar in mijn achterhoofd had ik toch wel mijn oom en mijn opa aan mijn gedachten. Tot slot, volgend jaar weer? Ja, ik doe mee. Dus ja. Succes. Ja, dankjewel.